er misschien een beetje moe uit. Haar arm gebroken. Appel mee. Ik weet niet of ik hier nog blij van word. Appel! Iemand! Hallo allemaal, het is maandag een uur of 5, half 6 misschien. En ik ben alleen op stal. En ik zie er misschien een beetje moe uit. Maar dat heeft een reden. Degenen die ons volgen op Facebook en Instagram, die hebben het misschien voorbij zien komen. Evina heeft gisteravond een beetje een naar ongelukje gehad. Ze is gevallen met de skilers, gegleden en opgevangen met haar hand. En helaas heeft Evina haar arm gebroken. Dus Evina ligt een tijdje uit de running. We waren pas gisteravond laat uit het ziekenhuis, al wel een uur of 10. Een beetje moeilijk geslapen ook. Evina had veel pijn. En ja, dat is de reden dat ik een beetje moe ben. We hebben best een druk weekend ook gehad, maar wel een leuk weekend voor de rest. Want gisteren is er bezoek geweest. We hebben een meisje hier op stal gehad, was hartstikke leuk. Leuk dat je er was als je kijkt. Maar goed, gisteravond is dus een beetje jammer afgelopen. De aankomende 2 weken zal Evina dus sowieso niet iets actiefs doen op stal. Ze gaat natuurlijk wel mee. Maar wat dan wel weer leuk is, donderdag krijg ik les met Vive. En natuurlijk niet erop, maar daarnaast. Dus dat zal ik wel voor jullie vloggen. En voor de rest komt het dus op mij aan, aankomende tijd. Nu ben ik een beetje moe, maar ik moet wel wat gaan doen met de paarden van mezelf. Dus ik had een leuk idee. Ik heb een appel mee. En het eerste paard wat naar mij toe komt, natuurlijk wel een paard van mezelf. Het eerste paard wat naar me toe komt en een hapje van de appel neemt, daar ga ik mee werken. Leuk? Ik heb ook wat snoepjes in mijn zak voor het geval dat ik Naira als eerste tegenkom. Maar ook een longeerlijn voor het geval dat ik Viva als eerste tegenkom. We zullen zien. Er komt allemaal zand ineens ergens vandaan. Maar goed. Het is hier akelig stil en leeg. Er zullen toch nog wel paardjes wonen hier. Stiekem hoop ik wel een beetje dat ik daar straks zo in de wei ga zitten. En dat er lekker niemand komt. Dan hoef ik niet te werken. Ik heb ook wel eens geen zin. Ze staan wel allemaal zo'n beetje naar me te staren. Behalve die twee natuurlijk. Die hebben nog wat grasprietjes gevonden. Maar ik ben benieuwd. Ik ga gewoon lekker hier op de boomstronk zitten. En dan wacht ik er wel af. Zou ik ze nou wel roepen? Stacy! Viva! Polly! Polly! Naira! Kijk eens! Wie wil er een appeltje? Wie wil er een appeltje? Niemand zeker. Kijk eens Stacy, appeltje. Ik weet niet of ik hier nog blij van word. Of nog een nog meer humeurig. Heeft iemand interesse in mij? Ik ben eigenlijk best wel benieuwd wat zou dit nou betekenen als ik paardencoach zou zijn. Jay die gaat staan poepen. En die daar staat nog wel een beetje aandachtig te kijken, maar je zal zien dat de Jay die als eerste naar me toe komt. Gebeurt nog steeds niks. Ik heb jullie nodig. Ik ben zo moe en ik voel mezelf belabberd. Appel, iemand?
Daar is enige activiteit. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Hi Stacy. Zagen jullie dat? Ze liep zo even voorbij. Zouden ze soms aanvoelen dat ze moeten gaan werken als ze bij me komen? Dat zou natuurlijk kunnen zijn. De hele kudde besluit om daarheen te rennen. Geen idee waarom. Ja, ik had wel een idee trouwens. Naira ging achter de honden aan. En daarna gingen ze allemaal rennen achter Naira aan misschien. Nou, ik vind het wel echt heel erg vreemd hoor. Ik zei natuurlijk net wel zo van ik zou blij zijn als er niemand naar me toe kwam. Want dan hoef ik lekker niet te werken vandaag met ze. Maar het voelt toch eigenlijk wel een beetje als een teleurstelling. Normaal komt Fiver toch altijd naar me toe en Stacy ook. Ja, soms wil Stacy wel weglopen als ze ziet dat ik met haar halster aankom. Maar ja, nu heb ik een appeltje bij me. Meer niet. Ja, de rest ligt hier op de grond. JD? De camera is geen schuurpaal. Oh. Hi, wie hebben we hier? Ja! Oh, nou staat JD hier precies voor. Weg, J. Ja! Naira is bij me gekomen. Oh, kijk, nu heeft Polly het ook door. Ja. Oeh, dat was de JD, hè? Oh, JD toch? Blijf van mijn camera af. Ja, jongens, het is gelukt. De gelukkige winnaar is Naira geworden. Dit maakt me toch wel weer een stukje blijer. Oké, we gaan eerst een beginnetje proberen te maken met het longeren van Naira. Naira kent de stemcommando's best wel. Maar ik doe het eigenlijk niet zo vaak om eerlijk te zijn. Dus even zien wat er nog in zit. Hier zagen jullie een stukje werken aan de hand. Nou, pony moet ook een beeld natuurlijk. Wat we met Naira al wel meer hebben geoefend, is voetjes geven. Naira, voetje. Goed! Goed? Goed zo, braaf! Leuk hè, dat ze dat kan. Even wat dichter bij de camera, Nai. Kom. Voetje. Goed zo. Dat is braaf. Ja. En nou je andere voet. Let op. Nee, die. Voetje. Goed zo. Kana, kom.
hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op ons YouTube kanaal. En tot de volgende vlog!